Hallo, mijn naam is Irina Hoffer. Ik ben presentatietrainer en mijn bedrijf heet Gebarenrijk. Dit is ook het gebaar voor mijn bedrijf, want ik vind dat gebaren gebruiken bij een presentatie heel erg ondersteunend werkt aan hetgene wat je vertelt en het ook echt visueel maakt. En je wilt ook heel graag dat je boodschap begrepen wordt op een optimale manier. Dus daar letten we op. We letten op stem, houding, mimiek, presentatie, of het bij je past, nou, en op veel meer dingen. En natuurlijk het verhaal. Ik schrijf iedere week een blog en deze week is mijn blog over de burgemeester en wethouders van Koggeland, want die hebben een nieuwjaarsboodschap laten zien op Facebook en op YouTube. Superleuk dat ze dat gedaan hebben, omdat ik als inwoner van Koggeland ook echt wel wil weten wat er speelt. En ik vind het leuk dat de burgemeester en wethouders zich laten zien. Maar er zijn toch natuurlijk een aantal tips. Want als jij digitaal presenteert, zijn er een aantal dingen waar je op kan letten. Het eerste is persoonlijk toespreken. Mijn eerste tip, persoonlijk toespreken, betekent dat je kan zien aan de manier waarop de wethouder en burgemeester vertellen, dat ze eigenlijk autocue gebruiken. Te bieden. Ik bewonder hen om hun flexibiliteit en creativiteit. Dus ze lezen voor wat er in beeld komt en daardoor wordt het eigenlijk een beetje stijf. Het is niet een echt verhaal wat iemand vertelt, zoals nu, uit het hoofd, een paar punten op een lijstje geschreven. Nee, het is het lezen van een verhaal en dat maakt het minder persoonlijk. Mantelzorgers, ik wil hun dan ook een groot compliment geven. Ook het komen... En je wilt het juist meer persoonlijk, om je doelgroep goed te bereiken en om jezelf goed benaderbaar te maken, wil je juist dat de mensen zich persoonlijk betrokken voelen. Dus ik denk dat het beter zou zijn als de burgemeester en de wethouders zouden proberen iets losser over te komen en iets meer dingen, soms een aantal punten uit het hoofd te vertellen, zodat ze echt aan het vertellen zijn en niet aan het soort van voorlezen. Dat is dan ook meteen tip 2. Als je dan toch gebruik maakt van de autocue en je bent aan het lezen wat er daar in beeld verschijnt, dan is het misschien goed om op te letten hoe je de zinnen maakt. Want wat er gebeurt bij voorlezen ook, je neemt extra pauzes, je doet het wat langzamer. En dat betekent dat de zinnen die je uitspreekt zo ontzettend veel pauzes krijgen, veel meer dan dat je dat normaal zou doen bij het spreken. Dit is een beetje het voorbeeld van als je aan het praten bent, dan gaat alles brrr achter elkaar. Maar ja, als je aan het voorlezen bent, dan neem je pauzes, je doet het wat rustiger. Wat wel goed is voor je publiek om je te blijven volgen. Hè. Langzamer praten is vaak goed. Maar ja, soms is het ook wat, nou ja, wat stijf. Het is gewoon wat stijver. Als wethouder Economische Zaken gaan mijn gedachten uit naar die bedrijven in onze gemeente die getroffen zijn door de crisis. Niet zo persoonlijk ook weer. En ik zou zeggen van ja, let dan op dat je de zinnen luchtig laat lopen en door laat lopen. En niet alsof je aan het voorlezen bent, maar alsof je toch aan het vertellen bent. Neem een voorbeeld aan Matthijs van Nieuwkerk, die kon dat heel goed. En dan ten derde, mimiek. Mimiek is zo belangrijk. Hè? Ik heb de burgemeester en de wethouders gezien en de gezichten zijn allemaal vrij glad. Sportverenigingen, hun leden en hun bestuursleden. En als ze aan het vertellen zijn, spreekt er weinig, ja, er gebeurt weinig in de gezichten. Wat betekent dat, ja, dat ik me afvraag van, ja, hebben ze wel een beetje verbinding met hetgene waar ze het over praten? Of ja, ik kan me voorstellen dat als je gefilmd wordt, dat je dan ook een beetje denkt van, hoe gaat dit? En ja, we zijn het niet zo gewend. Meestal heb je meer dat je mensen toespreekt echt persoonlijk. En dat is vaak makkelijker dan zo digitaal in een filmcamera te praten. Ik vind het dan wel heel leuk als je mimiek leert gebruiken. Dus er zijn een paar mensen die doen aan het begin van de zin zo hun wenkbrauwen wel omhoog. Dat is dan ook het enige. Maar je kunt bijvoorbeeld een glimlach
laten zien als je aan het vertellen bent. Of je kunt sommige dingen die aan het hart gaan iets meer met wat meer passie vertellen. Ja, je kunt je intonatie wat meer variëren en echt je gezicht laten spreken. Dat zou je gewoon voor de spiegel kunnen oefenen. Even kijken van hoe doe ik dat? Of ja, je filmt jezelf eventjes en je kijkt het na en denk je, oh wacht even, zo doe ik dat. Dat is gewoon heel goed om bij jezelf te kijken van hoe kom ik eigenlijk over? En dat was tip 3. Ik hoop dat je geniet van deze tips. Ik vind het heel leuk om te doen en te kijken van oké, hoe zou je, wat zijn de belangrijkste dingen waar ik aan zou werken om het te verbeteren? Dus dat zijn deze 3 tips. Er zijn nog meer dingen die ik natuurlijk zie, maar dat zijn dingen die je dan persoonlijk zou kunnen leren van me. Of die tips zou je persoonlijk kunnen krijgen van me. Ben je geïnteresseerd? Kijk op www.gebarendrijk.nl en neem contact met me op als je denkt, hey, dit is ook wat voor mij. Ik vind het leuk om te doen. Ik vind het leuk om mensen te helpen beter te worden en beter te presenteren. Hun verhaal beter te laten zien en over te dragen. Dus neem contact op. Hartelijke groet. Tot ziens. Doei.